ben Ria Kools en ik doe mijn stage hier op het Evertje te Wommelgem. Als stagiair krijg ik mijn verantwoordelijkheden voor mijn activiteiten, spel, kinderen in de oog houden en ook gewoon de huishoudelijke taken die erbij horen. Ik krijg hier echt wel de appreciatie voor mijn werk dat ik hier doe als stagiaire. De studenten hebben absoluut al een zekere bagage mee qua leerinhouden, maar ze missen zeker in het begin nog wel de voeling met het kind zelf, eigenlijk het contact. Daar dienen ze vooral nog in te groeien. We nemen studenten aan omdat die de kans moeten krijgen om hun ervaring op te doen. Maar voor onszelf is het eigenlijk ook een grote meerwaarde, omdat we één begeleider per 14 kinderen dienen in te zetten. En een goede student daarbovenop als extra is absoluut een meerwaarde. Een stagiair is interessant voor beide partijen. Voor de werkgever is het vooral financieel interessant, maar het is ook heel leerrijk, zowel voor de werkgever als voor de stagiair. En bovendien, mocht de stage meevallen, kan de stagiair solliciteren in een bedrijf en kennen ze elkaar al. Stagiairs hebben tijdens hun opleiding zowel een theoretische achtergrond gehad, maar ook al een aantal praktijkvakken. Dus stagiairs kunnen eigenlijk vrij goed meedraaien vanaf het begin. Maar natuurlijk had de stagiair tijdens die periode nog veel moeten bijleren op de stageplaats. Ik vind het hier leuk om te werken omdat je zo wat van alles mag doen. Alle soorten jobs. Het is niet echt specifiek alleen onthaal. Ik heb hier dingen aangeleerd van een collega Kees. Ik heb een deel van zijn job gekregen omdat hij ervoor ook als een stagiair hier werkte. Dus hij heeft mij dan ook alles aangeleerd hoe dat bepaalde zaken moest gedaan worden, zoals de mailings. Het is financieel interessant om een stagiaire aan te nemen, maar je moet er wel compleet achter staan natuurlijk, want je moet wel investeren in de jonge mens zelf. Wij hebben Hilai het een en het ander moeten aanleiden, wat niet meer als normaal is, maar dat weet je op voorhand. En dat kan alleen maar beide partijen ten goede komen, want op een bepaald moment is ze dan echt mee weg. Ik denk dat ik bij VDAB de algemene basis gelegd heb. Maar hier is de praktijk een beetje anders. Dat is de werkelijkheid. Dus het zetten van profiel, ja, ik heb dat leren doen, maar hier is de werkelijkheid een beetje anders. In het begin was het een beetje moeilijk, maar uiteindelijk is het goed gelukt. Als je je best doet, denk ik dat dan is er meer kans dat je een job hier krijgt. Ja. Christian kent de basishandelingen, hè. Hij zou hier eigenlijk al wel kunnen beginnen. En natuurlijk nog een beetje snelheid oefenen. Hè. Door een stagiair aan te nemen, winnen we inderdaad tijd. Hè. Hij helpt ons altijd vooruit. Elke man meer is een man meer.